is nu een video van Polestar. Ja, we zitten nu op het trein. We hebben een trein vroeger gepakt dan normaal. Dus op het trein. Zo je wel kan zien. Dat is wel heel vroeg trouwens. Dus het is nu op maar 7:02. En je moet om 8:30 in het ziekenhuis zijn. Dus we zijn iets vroeger vertrokken speciaal. Tot zo. Ik ben aangekomen nu. Maar ik wel. Dat is Sius. Volgens mij gaat straks mijn rugzak volledig vol liggen. Mijn jeeps, want ik heb die ring gestoken. Maar die staat echt te paffen. Dus het is echt. Het is wel wat druk op het trein. Ik heb ook geen adem door en zo. Ik heb al het mes die. Dat is mijn zaak. Die weten dat ik nu aan het ijsvloggen. Dus je weet ook niet wat ik aan het doen ben. Het is nu 7:55. En ik moet er om 8:30 zijn, maar Peter was vroeger dan te laat, dus ik geef me ook de kans om met jullie te kunnen vloggen. Mijn stem wordt stilletjes wel wakker, want mijn stem was er net nog niet 100%. Dus ja. Ja, ik hoest nog wel een klein beetje, maar ze weten het. Ik heb het gemeld. Maar ze zeiden, hoe lang je geen koorts hebt, is het geen probleem. Dus. En ik heb geen koorts, dus ik heb het in ieder geval veel te koud. De volgende keer pak ik toch een mut of zo of een pet mee. Want ik moet het zeggen, ik ben echt ben verloren. Maar het is ook al koud aan het worden. Hè. Dat is normaal. Hè. Dus ja, dat is onnormaal. Wij moeten hier zijn tot, dat gaat tot, goed, pakt 10 uur, 1 uur. Dan moeten we de trein terugpakken, maar we moeten om 3 uur, half 3 eigenlijk, stip thuis staan. Want anders dan kan ik niet naar mijn volgende afspraak, want ik dacht, je moet rekenen, er is zelfs nog wat. Ik moet dus luchtig blijven, want ik moet dus eerst bloed laten trekken. Ik ga proberen om dat allemaal vast te stellen, te filmen. In de maat dat mogelijk is natuurlijk. Want die mensen die zijn dan niet gewend natuurlijk van iemand om te zien vloggen. Ik kan mijn camera wel zo vasthouden, maar het doet pijn aan mijn hand. Mijn spieren doen ook zeer van de stress. Dat is niet omdat ik ziek ben, maar dat is ook omdat ik heel veel stress heb. En als ik stress heb, dan krijg ik altijd heel veel krampen, ook zelfs een buikje ervan. Dus, maar ik ga eens kijken hoe laat het nu is. Ik ga ook niet te vroeg aanmelden, maar ja, je moet er ook nog zoeken, dus je moet ook rekenen. De afdeling, dan moet je ook nog zoeken, dus ik ga eens kijken hoe laat het is. Is het te veel slakken? Moet ik zeggen. Het is nu dit uur. Dag. Het is dus bijna 8 uur. Dus als ik nu aanmeld, dan heb ik nog 20 minuten voor te zoeken en 10 minuten om te wachten. Dus ik ga mij nu aanmelden. En dan heb ik nog ruime tijd om te zoeken waar ik moet zijn. Dus we zien elkaar zo op de afdeling. Ik ben nu binnen, kijk. Ik ben helemaal binnen hier. Dus straks komt hij met hem terug. Ik heb gevraagd of ik met die papieren moet doen, want ik heb allemaal papieren gekregen. Dat zijn ze. Nog andere papieren en ik ben echt wel zenuwachtig. En dat is het uitzicht. Wat ik zie. Dus we zien het wel. Hoe het allemaal gaat verlopen. Maar het is moeilijk om echt uitleg te geven. Je vraagt ze van, ja, wat kom je doen? Ja, oké. Dat is wat het papier ik kom doen, hè? Ja. En dan weet je niet hoeveel je moet zeggen en ja, dan word je zenuwachtig van. Maar je zit hier binnen, dus ik ga het niet lang houden, want dan komt ze terug en ik weet niet of ik mag vloggen. Maar hoe lang dat hij niet in beeld komt, is dat geen probleem natuurlijk, maar je ziet het in zijn kamer. Waar we nu zijn. Dus ik heb nu een vragenlijst gekregen, die moet ik nu invullen. Dat is helemaal daar van achter. Helemaal invullen, dus dan kan ik mee bezig zijn. Dit is een beetje de lijst, dus ik ga daar nu mee verder om in te vullen eigenlijk. Dat is wel raar uit de gang zo toch. Dus dit is eigenlijk een beetje, ik heb al iets ingevuld, maar ik wil de rest nog invullen. Dan heb je zo'n beetje een idee wat ik allemaal moet doen. Als je ziet naar de plaats, is het er al in de leuke is minder op de computer. Dus die ga ik nu allemaal rustig en stil op invullen. Ik heb juist bloed laten trekken, dus er zat te veel bloed nodig. Ik ben altijd heel veel schrik van, maar eens dat het erin zit, is mijn hand, dan ben ik al gerustgesteld dat het allemaal goed gaat komen. Dus het was wel verschrikken. Ik kan niet altijd zien, mijn trui zit erover, namelijk. Dus, maar dat is een beetje stijf, maar dat is goed. De volgende keer misschien links.
Ik moet nog heel veel schrijven, dus ik kan nu verder schrijven aan heel die vragenlijst. Het is nog een heel, heel wat gedoe, want ja, ineens hebben we altijd heel wat trager. Dus dat komt weer. Zo, ik ben nu binnen, ik heb op de weegschaal gestaan en zo van die dingen allemaal. Ik weeg 66 kilo, ik ben 1,50 meter, voor mensen die dat moeten weten. En ik zit nu in deze kamer. En ze hebben mijn bloeddruk gemeten, die was een beetje hoog, maar dat is normaal van de stress. Kijk, ik ga de spuit al eens laten zien, kijk. Zie je, deze ga ik meekrijgen. Deze is het. Oh, die andere eigenlijk. Maar 6 weken later moet ik een nieuw spuit krijgen, maar dan moest via de huisarts, dus die ga ik dan straks eens bellen. Eens zien wat die bereikbaar is. Dus, en dat is wel leuk eigenlijk hier. Dus ik probeer zoveel mogelijk te vloggen eigenlijk. Dus de vragenlijst is eigenlijk moeilijk, maar ja, dat hoort er natuurlijk bij. Dus ik krijg mijn pilletjes voor, allez, mijn spuitjes voor 2 jaar gratis. Maar kost €150, dus dat is toch wel mooi meegenomen eigenlijk. Dus wel blij eigenlijk. Dat is nogal het uitzicht. Dat is echt heel mooi. Dat is iets prachtig eigenlijk. Dus, die mevrouw was even weg, dus ik dacht, mooi meegenomen om even te kijken dat toestel waar ze hebben mee gemeten en alles. Dus ik ben er wel blij mee eigenlijk. Kijk, dit is de spuit die ze er gaan insteken bij mij straks. Dan heb je dat ook eens gezien. Maar ik ga dat niet elke keer doen. Hè. De spuit is gezet namelijk. Dus het doet wel een beetje pijn. Niet voor te zetten, maar achteraf. Maar ik word nu naar 6. Daar ben ik nu aangekomen. Kijk, dus ik hoop dat ik juist ben, want ik weet het eigenlijk niet meer waar ik moet zijn. Maar ik zal het wel vinden. Transgenderpunt, ja, dan ben ik juist. Zo. Ik ga echt pissen, jongens. Ik moet pissen. Kijk, jongens, dat het uitzicht dat ik al heel de tijd bedoel. Kijk, wat ik zie. Al heel de tijd. Mooi eigenlijk, hè. Het zijn niet speciale liften, dus je moet in het begin al drukken, want anders kom je er nergens. Dus daarmee is dat. Dus, mee. We proberen je zoveel mogelijk mee te nemen in het verhaal. Dus ik heb ook aan die meneer gevraagd, mag ik dat trekken? Allee, ja, mag ik dat filmen? Dus, hier moeten we zijn. Er zijn natuurlijk nog andere mensen, dus, voilà. Hier is haar maar dan. Ik ga eerst naar het toilet, denk ik. Dan moet ik heel dringend. Ik ga dat papier zoeken, want ik moet dat waarschijnlijk hier afgeven. Dus, dat is wel. Oh, die zijn nog niet doorlopen. Wacht, ik ga eens kijken of wel juist. Ja, je wordt weer helemaal zicht. Met hoe dan. En ik zei op het station trouwens. Wacht, Pieters. Zicht niet dood, jongens. Dat is heel leuk eigenlijk daar. Om de kans kunnen meemaken. Ik zie het gesprek niet. En John. Maar hoe is alles? Dat zijn leuke gesprekken eigenlijk allemaal. Veel bijgeleerd eigenlijk ook. Sowieso is het €1000 voor de borstoperatie. Dus dat vind ik heel goed. Wij werken in de toekomst sowieso. Het is 1 nacht in het ziekenhuis, sowieso. En voor de rest is het eigenlijk gewoon thuis. Lekker. Ik moet alleen nog iemand zien die met de auto kan rijden. Maar dat kan ik misschien aan mijn begeleider vragen. Of als dat dan even wilt, wil, wel doen. Dames en heren, een zeer goede middag. U bent zich aan boord van de XE-trein met bestemming Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen. Deze trein nog altijd in Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas, Antwerpen-Berchem en Antwerpen Centraal als eindbestemming. Dames en heren, mag ik u vragen in het kader van de coronamaatregelen om gedurende het volledige traject dat u aflegt met deze trein uw mondmasker op correcte wijze te dragen. Met andere woorden, zowel uw neus als uw mond dienen bedekt te zijn. Dit niet enkel ter bescherming van uzelf, maar ook ter bescherming van uw medereizigers. Alvast bedankt hiervoor. Eerst volgende halte station Gent, dan Poort. Ik zal toch wel op tijd geraken, hoop ik. Je ziet het wel. Of ik op tijd geraak of niet, maakt al niet zo geluid. Dus ja. Maar ik vond het wel leuk eigenlijk, het gesprek eigenlijk op zich. Het was echt wel interessant ook omdat je nu ziet waar ik vandaan kom. Ik moet wel zeggen, het doet nu wel heel veel pijn. Als ik zo zit, doet het al zeer. Vooral in je rug voelde dat. Maar ik heb het er allemaal voor over. Dus ben je ze nu tot wanneer dat jullie gaan zeggen van dat is veranderd of dit is veranderd. Zijn er nog vragen, laat het ook even weten. Want ik moet straks ook gaan zitten op mijn stoel. Ja, dan hoor ik het wel. Dan laat je mij eventjes weten. Ik ga even mijn trein die ik kijk pakken. Om nog iemand voor te controleren. Dus ik moet nu naar het volgende gesprek proberen te raken. Het
tegen 3 uur, maar dat is iets anders, dat komt niet in de vlog. Dus, maar ik vond het wel leuk eigenlijk, heel traject dat ik gedaan heb. Ik heb die spuitrols ook meegekregen, mijn spel aan de dokter, want binnen 6 weken moet ik de nieuwe spuit krijgen. En dan doen ze aan de andere kant, dus het is altijd rechts, links, rechts, links. Dus, maar ze hebben me wel verwijderd dat het pijn kon doen, dus, en dat is momenteel nu aan de gang, dat het pijn doet. Dus het wordt straks ook leuk als je moet gaan zitten op een stoel. Maar goed, ik ben wel blij dat het allemaal kan en zo. Ik heb ook nog informatie dat ik moet gaan vragen bij het ziekenfonds en zo. Dus dat komt allemaal wel mooi meenomen. Ik zal trouwens kijken of ik mijn bad nog vind van mijn dingen. In hier zie je het allemaal staan. Eigenlijk. Dus we gaan ze volgende keer opnieuw doen. Ik ben 1,50 meter trouw, dus dat heb ik allemaal verteld. Ik ga nu mijn begeleider even laten weten dat ik onderweg ben. Meer kan ik niet doen dan onderweg sturen. Eens kijken. Ik heb het internet aanzetten. Ik weet niet of dat hier internet is. Moet je alles op het oord geleest. Moet je testen. Of er gaat op gereageerd worden of niet, dat weet ik niet. Dat zien we wel. Wel mooi omgeving als je ziet wat dat nu zijn. Ik ga water, jongens. Het zal geen tandpoort zijn, denk ik. Dat we nu rijden. Denk ik. Dus vond jullie dit een leuke video? Dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer met een gloednieuwe video. Tot ziens. Hallo lieve mensen. Nog een klein stukje dat ik thuis ben. Want ik heb een kaartje gekregen namelijk. En ik heb dus beloofd dat ik dat dus in beeld ging laten brengen. Dus dan bij deze. Eerst dat ga ik dat ook doen. Iedereen gelijk voor de wet. Dus hier is er een kaartje. Toekomen. En met happy birthday op. Dankjewel voor van mailen. En er zit ook een verrassing bij. Dit is leuk te lang is, want op mijn hand dat zal een beetje moeilijk worden. Maar wel bedankt. Ja, dat is een konijn dat begint te flippen. Omdat hij bij het einde zijn kotje is. En hier staat gelukkig verjaardag niet van je dag. Merci Neel, dankjewel voor de kaart. Maar die gaan we ook bij de andere hangen. Nu is het echt tot ziens.